Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over het land en uit die bewolking valt op dit moment wat regen in het noorden en midden. De neerslagzone trekt geleidelijk iets naar het zuiden, maar vanochtend is het in het zuiden nog droog met mogelijk nog een enkele opklaring. In de rest van het land dus van tijd tot tijd wat lichte neerslag, en in de neerslag lopen de temperaturen maar amper op. Vanmiddag is het plaatselijk slechts 14 graden. In de middag begint het in het noorden wat op te klaren, in het zuiden valt er nog wat lichte neerslag, maar de intensiteit wordt minder en minder. De wind wordt noord tot noordwest en neemt ook wel toe, vooral in de kustgebieden. In de avond breiden opklaringen zich van het noorden uit, uit en dan wordt het op de meeste plaatsen droog, temperaturen gaan omlaag. Vannacht is het plaatselijk onder de 10 graden met een enkele mistbank. Morgen schijnt de zon dan van tijd tot tijd. In het noorden zou een enkel buitje kunnen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden wordt het plaatselijk 19 graden, in het noorden 16 met een vrij krachtige tot krachtige wind langs de kust. Woensdag ook nog een enkele bui in het noordwesten. Daarna is het droog met geleidelijk steeds meer zon. Vooral vrijdag is het echt behoorlijk zonnig met temperaturen die dan misschien weer eens in de buurt van de 20 graden komen. Vooral in het zuiden van het land. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.